Nou, dat lijkt er nog wel op, vind je? Een drone uitgerust met een warmtecamera vliegt over dit landschap in Hogerheide. De camera is in te stellen op de temperaturen van zoogdieren, waardoor de reekalfjes en andere dieren sneller ontdekt kunnen worden. Wanneer er rode puntjes in het veld opdoemen, betekent dat actie. En dit reekalfje heeft geluk. Snel spurt ze weg naar een veilige plek. Helaas liep het vorige week voor een ander kalfje anders af. Vorige week waren jullie hier omdat er een reekalfje gesneuveld was in de maaimachine. En dat was een ontzettend triest verhaal. Wij proberen zo goed mogelijk om maaislachtoffers te voorkomen op allerlei manieren. En vandaag hebben we dat op een hele bijzondere manier gedaan. Voorheen ging boswachter Erik met hond Jack het veld in om de reekalfjes in veiligheid te brengen. Een tijdrovende klus en de drone is zowel voor het kalfje als voor de boswachter een uitkomst. Vandaag hebben we 3 reekalfjes vastgehad en we hebben meerdere reeën en ook andere dieren uit de percelen kunnen verjagen zonder ze vast te hoeven te pakken. Dus het werkt heel goed. 2 drone-experts uit Twente melden zich na de hartverscheurende foto bij boswachter Erik om vrijwillig het landschap te doorkruisen met een drone. En de proef krijgt een vervolg. Maar gelukkig betekent dit niet het einde voor de carrière van speurhond Jack. Nee, die wordt zeker niet ingewisseld, want dat is mijn grote vriend. En die kan ook nog helpen in andere gevallen, dus die blijft gewoon lekker meegaan.